Hallo kijkers van Ultraims93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA 4. Het is zo'n 10 uur 's ochtends en dat is de perfecte tijd om drugs deliveries te gaan doen. En dat gaan we ook vandaag doen. Gisteren had Nico een missie van een drugs delivery dat hij binnen 15 seconden ergens moest wezen. En dat was natuurlijk voor Nico onmogelijk om te doen. Dus was Little Jacob een beetje boos. Maar ik hoop dat deze keer Little Jacob niet meer zo boos is, want hij negeerde Nico. Maar ik hoop dat hij nu niet meer boos is, zodat we een job kunnen doen. Little Jacob, ik ben onderweg. Zeg dat er een job is. Oh, dat is dezelfde missie. Maar please niet in 15 seconden, man. Dat is gewoon onmogelijk. Oké? Fijn. Misschien moet het gewoon zo dat ik moet overstappen in een andere auto. Maar we zien wel even. Als ik moet overstappen in deze auto, ga ik dat doen. Maar ik denk dat die andere auto ook snel genoeg is. Anders zou ik die auto niet krijgen van de game. Oh, het is nu een andere auto. Ik had nu een heel andere auto. Die gleed gewoon van de weg af. Gelukkig hebben we nu weer een ander autobak. 1115. Ik ga het proberen. En we zullen het wel zien. Ja, dat gaan we gewoon weer niet halen. Nou, ik weet het eigenlijk niet. We maken nu eigenlijk wel meer kans. Ja, hurry up, ik weet het. Kom op. Ja, ik weet dat hij hier staat, nog van de vorige keer dat ik dit speelde. Exit the vehicle. In ieder geval hebben we hem gehaald. En ik zie een uil. Of nee, geen uil, een duif. In ieder geval hebben we hem gehaald. En ik zie een duif. Ik denk dat jullie hem ook wel zien. En dat betekent dat ik... Hoi duifje. Dag duifje. Oh. Waarom hangt Nico nou opeens op? En om dat soort redenen moet je nooit in dit soort auto's rijden. Ze hebben gewoon altijd opstartproblemen. Maar oké. Little Jacob, heb jij misschien nog een job voor mij? Ja, zeg dit. Ja, dat was super cool, hè? Ja, vind ik ook. We waren echt een maffia-bende. Met de laatste. Ja, omdat we deze keer gehaald hebben. Omdat hij het in zijn hoofd heeft. Om zonder mijn korte tijd te geven. Hij geeft mij altijd korte tijd. Ik weet niet waarom, maar hij vindt het leuk om mij altijd korte tijd te geven. Waardoor ik net niet of net wel op tijd ben. In ieder geval, pas op mevrouw. Of meneer, wie ook was. We hebben wel 500 mooie dollars. Dat is wel mooi. Oh. Ja, sorry meneer. Waarom zit hij eigenlijk de gras die wapen te geven? In ieder geval... Oh. Ja, aan de kant, meneer politieagent. Ik moet even een drugs delivery doen. Alleen dat mag u even niet weten. Oké. Deze auto verandert straks ook in dat soort auto's. Want deze auto is ook rijk voor de sloop. Net zoals deze. Nou, zeg het eens. Oh, geen tijdmeter? Oh, maar dat lukt me wel. Geen probleem. Als er geen tijdding is, hoef ik me ook niet te haasten. Hij zei niks over tijd, dus ik kan lekker rustig rijden. Waarschijnlijk haalt de
diegene die drugs heeft gebracht, waarschijnlijk dan het laatste. Oké. Ik ga er gewoon naartoe rijden. Ik vind anders veel te lang duren. I love pharmaceutical companies. I wish I had a pharmaceutical company. I wish I was a pharmaceutical company. Okay. Nou, oké. Okay. Nou, Nico, doe maar. Maar ik heb mijn auto toch tegen de val. A rival gun knows about the stash point. Oh. Oh. Ja. Kom maar. Kom op. Dat ging een klein beetje van mijn kogelvest. Oké, waar staat de ander? Als hij nu slim is, probeert die ander achter mij te komen. Oké. Volgens mij... Ik weet het niet. Is hij dat aan het doen of niet? In ieder geval... Hoppakee. We eindigen het af met een mooi sprongetje. Zo. Ik krijg veel damage. Ik had niet verwacht dat hij zo snel had kunnen schieten. Alright man, I dropped off that package for you. Thanks, Nico. And I'll be real happy in a star. We give you more work if you want more work. Ja, dat wil ik inderdaad. Want ik vond dit behoorlijk makkelijk. Ik zei dat het een keertje verkeerd zou gaan. Drugsdeals gaan niet altijd goed. Oké, Little Jacob. Geef me waar je hem job. Oh, politie. Ja. Looking for a job if you have a package you want delivered. Ja. Ja, dat was een hele mooie jump op het einde. Ja, vind ik ook. Ik vond het ook een hele mooie jump op het einde. Zo, nou, ik verlies de politie ondertussen ook wel. Oké, ja jongens, ik parkeer hier even zodat ik hier doorheen kan lopen. Want daar staat die auto. Oké, het is weer zo'n oude bak. Waarom zijn het elke keer oude bakken? Oké, tijd missie of niet? Take the patches to village. The boy will meet you there. Oh. Geen tijdmeter. No problem. Dan gaan we gewoon daar naartoe rijden. Zolang er geen tijdsmeter is, vind ik het helemaal goed. Hoef ik me niet te haasten. Dan kan ik ook lekker rustig rijden. Ja, wel rustig op mijn eigen manier. Want mijn rustig is niet altijd super rustig. Ik ga me hier niet aan de verkeersregels houden. Ik rijd wel even hoe ik zelf wil. Maar ik hoef niet expres super snel en voorzichtig in de bochten te gaan rijden. Ah, kijk eens aan. Oké, die staat in de steeg. Weet je, ik vertrouw dit niet op een of andere manier. Want dit was ook de plek waar die anderen ontsnapt zijn. Met Little Jacob. Dus ik vertrouw dit niet echt. Oké. Jongens, jullie zijn toch wel te vertrouwen, hè? Want ik heb wel een mooie gun bij me. Alsjeblieft. Oh. Politie. Ja, ga aan de kant. Want Nico moet hier vandaan. Hallo, ik ben de politie. Normaal zie je ze nooit, omdat ze altijd vrij hebben. Maar nu, daarom doen ze nu even hun best. We willen bewijzen dat ze wel wat kunnen doen. Nou jongens, dan heb ik helaas pech van jullie. Jullie kunnen namelijk echt helemaal niks. Kijk, nu zijn jullie zelfs te lui om achter mij aan te komen. En hier, we gaan het van me nog mooier maken. Hoppakee. Mooie salto en verder op de snelweg. Zo. Deze wil het wel heel erg bewijzen. Dat hij wat kan. Hey gast. Ja. Oh, kijk eens aan. Ze hebben mijn linkerband kapot. Oh shit. Nee, ik kan niet van dit eiland af. Wat doe ik?
En daar had ik het dus ook al over. Ik kan niet van de weiland af. Oh. Ja. Kom op. Rechtop zetten. Misschien is dit niet de verstandigste plek om op te gaan rijden. Maar het helpt toch bij het ontsnappen van de politie. Zo. Tenzij de politie het idee ook heeft om hier te gaan rijden. Oké, dan kom op doorrijden. Ik vind dit een lekker stuk om te rijden. Oké. En Little Jacob is weer blij met ons. Oh, even Little Jacob bellen. Ja, hebben we echt gedaan. Oh. Misschien is het idee om nu even weg te gaan. Voordat er de trein aankomt. Oh, kijk eens aan. Ik heb echt zo'n idee dat er binnenkort een trein aankomt. Ik ga nog wel even een job doen. Ik vind het wel even leuk, zo'n job. En we hebben nog wel even tijd. Dus, hop. Kom op, bellen, Nico. We willen nog een job. Alright, man. I need some money. Do you and Batman have any product that needs delivering? Wicked, man. You did a really good job on the last one, you know. There's more cali outside in the car and at the cafe, you see? You have to meet me, man, under the festival towers in the Meadows Park. See, Nico? Ja. Alleen als ik hier van afspring, dan heb ik een probleem. Dus ik loop even naar het station toe. Oh, we zijn trouwens ook nog heel erg dichtbij. Ja, die sprong haalt hij niet. Die sprong haalt Nico niet, want Nico klimt waarschijnlijk over dit hekje heen. Oh, die sprong kan Nico trouwens wel halen. Deze. Even kijken. Nico, kom op. Hoppakee. Nou, we zijn zo een stuk lager. Alleen nog niet laag genoeg. Ja. Nou, hier kan ik gewoon helemaal niet lager komen. Kan Nico daar op klimmen? Nico? En dan... Goed zo. Ja, heel mooi daarover. Vind ik geweldig, Nico, dat je dat kan. Maar we hebben even een job te doen. En daarvoor moeten we even op dit station wijzen. Oké. Hier naar beneden. Ja, dat kan Nico wel, alleen... Oké, Nico, goede rol. Nee, dat is iets te hoog. Oké. Hoppakee. Oh, kijk eens aan. Er staat zelfs een auto voor me klaar. Goed geleerd. Goed geregeld door Little Jacob. Nou, eigenlijk is het gewoon puur toeval, maar... Als het geregeld is door Little Jacob, is het echt heel goed geregeld. Oké. Even Flavie Stok FM aanzetten. Kijken of daar nog wat op is. Ja. Ik weet dat ik die kant op ga rijden, maar ik rijd toch even deze kant op. Het gaat namelijk even wat sneller. Oké, dat is ook helemaal niks. Ja, I don't understand it either. Good, yeah. Oké. Classics. Want to stop aging? Deze dan. Bye. Liberty Rock. Dan laat die maar even op. Oké. Oh, ik rij al voorbij. Nico, je had de auto moeten stilzetten en dan eruit moeten stappen en niet eruit springen. Dan moet ik met Nico morgen ook nog even langs, of vandaag nog langs een hotdog gaan.
In ieder geval, jongens, hebben jullie vandaag even een langere aflevering. Take the package to your festival towers met a park. Boy, I will link you there. In ieder geval, hebben jullie vandaag een langere aflevering. Gisteren hadden jullie een kortere aflevering. Vandaag hadden jullie een langere. Omdat, ja, ik de missie heb geaccepteerd toen we nog tijd hadden. Maar nu zitten we toch al richting je tijd te gaan. Oké, Nico, please land niet op je Not good enough. Ik kan me dat voorstellen, Gabe. Ik kan me dat voorstellen dat het goed genoeg is. Hij sloeg ook helemaal ondersteboven. Oké. Oh. Ik wist niet dat jullie bij zulke onzinnige dingen gaan focussen. Maar laten hier maar even erop. Oké. Ja, daar is tenminste nog iets om op te focussen. Je moet niet focussen op dat katten en honden gaan rijden. And then the books, if we can afford them. I learned a lot playing the part of a maverick coach in a TV movie about football. Oh, dit gaat lekker snel. A good old-fashioned peasant mob. Exactly. Dit gaat snel genoeg. Within reason. Oké, opzij. Responsible government taking away choices people don't need. Oeh, ja. Ik had verwacht dat we die net gingen missen, maar we raakten hem net. The FDA is denying access to a new drug that causes super fertility. Oh, leuk. Daar heb je die, hoe heet dat? Die uitkijktorens, moet ik het maar nemen. Ah, gelukkig is het alleen maar rechtdoor. Ja, ik moet Nico echt binnenkort even een hotdog geven. Please laat die auto het nog doen. Dan geef ik Nico straks even, als we richting het safehouse gaan, even een hotdog. Ik vraag me af wanneer die auto's nou uit elkaar gaan ontploffen. Zo, jongens, ben onderweg. Hoppakee. Ja, hier zou ik de deal doen. Oké, dat klinkt alsof we weer met politie te maken krijgen. Als het eerst van missie is. Ja. Goed dat ik mijn auto in het zuiden heb staan. Ja, je doet maar wat je wil. Ik ga richting het safehouse. Kom op. Ja, doei. Oh, wil je gaan crossen, man? Dat wordt leuk. Kom dan. Mijn auto is een stukje beter gemaakt voor crossen, man. Eigenlijk ook helemaal niet. Crossen tijdens de regen. Oh, hun auto is er ook goed gemaakt voor crossen. Oh. Nee meneer, dat is vals spelen. Dat is een boom. Nee, jullie laten me met rust. Nu. Goed zo. Doei allemaal jongens. Doei. Oké, nou weer domme politieagent. Of lui. Ja, oké, domme. Want dat was best wel dom tegen dat hek aanrijden. Oh, dank u. Dat doet me net uit ontweken. Zo, nou lekker doorrijden. Ja, dat is misschien het slimste ding waar je voorbij kunt rijden. Als je politie achter je aan hebt, het politiebureau. Misschien niet zo slim. Maar hoe zullen ze nog even langs? Yes, it was very disappointing. My parents were weak and feeble people. Nou, hier naar rechts. I play a divorced dad in my new movie. It's got a talking car and a flesh eating disease that threatens mankind, but en weer politie achter me aan. It's a real character piece. Okay, Zach, you've been educated in a public school. Well, sort of. I learned to despise the common herd in a public school. So then jij wil spelen, meneer de politieagent? Dan gaan we spelen. Oké, kom maar. Ja, kom op, ram dan nog een keertje. Oké, kom op. Dank u.
Oké, die staat. Dank je dat je dat hek hebt opengedaan. Wie het ook heeft gedaan. Oh, aan de hand. Ja, geweldig. Bijna. You want to kill people to reduce hunger? Absolutely. It's brilliant. It's barbaric. I blame video. Okay, deze kant op. They're teaching our kids to solve hunger by slaughtering the weak. We should only slaughter to win wars. Oh, maar ik kom ook niet naar de ammunition. The government's like the paparazzi, ik kom hier naartoe. You know? They follow you around and then when you mess up, they are on you, man. They hoppakee. Are on you. Omgooien die wagen. Maar ja, nu we toch dichtbij zijn, kom ik snel even een call op Red Vest. I think we've all reached a consensus, Mike. The group seems to be agreeing that, well, under my plan, you'd be one of the first people. Hey man, I successfully delivered the package. Ja, dat hebben we gedaan. Ja, dat zullen we waarschijnlijk morgen wel gaan doen. Stap uit, Nico. Oké. Ja, vind ik ook, gast. Maar ik moet heel eventjes dit kopen. De rest heb ik nog meer dan genoeg. Ja, dat zal ik doen. Ik heb echt een idee dat deze auto een keertje uit elkaar zal kloppen. Omdat de uitlaat al vuur achterlaat. En dat is geen goed teken. Als dat gebeurt. Oh, Roman belt. Sorry Roman, maar nee, vandaag even niet. Een andere keer misschien. I cannot play the pool at this minute. Another time, okay, man. We shall do something another time. Ja, jij zat nu waarschijnlijk wel een duimpje om het laag doen, ja. Maar ook, het spijt me heel erg, maar ja. Je hebt goede momenten en je hebt slechte momenten. En deze keer was voor Rome een slecht moment om te bellen. Kijk, als hij nou aan het begin van de afdeling belde, konden we met hem poelen. Maar dat deed hij niet. Dus ja, dat moet hij onder de consequenties leven. Nu heb ik geen tijd om met hem te bellen. We have HMO's, copays, met hem te 1000 forms to fill out. Gastric bypasses. Oh ja, ik moet nog heel even een holdoff kopen. $30,000. Zo. Zo. Eén hotdog alstublieft. Het is wel 5 hele dollars. Terwijl aan de overkant ik voor een hamburgertje $1 kan krijgen. Maar alleen dan moet ik de deur doorlopen. Ja, dank u wel. Oké. Okay. Nico een beetje rennen. Hoe laat is het? Het is zo'n 8 uur. Mooi. Dan gaat Nico een beetje van zijn hele mooie avond genieten door een beetje tv te kijken. En wie, wat dan ook. Misschien gaan die zelfs een beetje slapen. Maar, kijk eens. Daarmee wil ik de aflevering afsluiten. Morgen gaan we weer Little Jacob helpen met wat drugs deliveries. Tenminste, als die er nog zijn. Even kijken. Ja, en die zijn er nog. Dus gaan we morgen gewoon daar mooi mee verder. Maar voor nu ga ik zeggen, kijk eens naar het mogelijk. Help je mij mee, help het kanaal mee. En als jullie nog niet zijn geabonneerd. En gaan we morgen weer verder met drukpakketjes afleveren. En misschien wel vluchten voor de politie. Gangsters neerschieten. En dealers ontmoeten. Maar dat zien jullie morgen. Want voor nu ga ik zeggen, doei!